Ja, we zijn hier in het Stadspark en ik ga praten met Edwin Burgman van GroenLinks. En ik ga met jou praten over het botulisme hier in het Stadspark. Nou heb ik gelezen dat eigenlijk vanaf 6 juni die gifstof botuline al bekend was. Ja, dat dachten wij eerst ook dat het al vanaf 6 juni was. Maar inmiddels weten we dat het zelfs al vanaf februari het geval is. Oké, en moet je luisteren, zijn er voorzorgsmaatregelen voor te treffen? Er zijn voorzorgsmaatregelen voor te treffen door goed het water door te spoelen. Op de lange termijn zou je het kunnen baggeren. Je zou fonteinen kunnen plaatsen. Je zou kunnen kijken hoe het zit met de overloop van de riolering. Hè. Op het moment dat er veel water regen valt, en dan is er een overloop richting het stadspark met het rioolwater. Ja, misschien een domme vraag, maar waarvoor hebben ze het nog niet gedaan dan? Wat ik inmiddels ook weet is dat botulisme bij dieren in kampen de afgelopen jaren ook zeer vaak voorkomt. De gemeente Kampen had daar de afgelopen jaren een behoorlijke aanpak op ontwikkeld, waardoor het probleem eigenlijk steeds minder werd. En je ziet eigenlijk nu dat het probleem eigenlijk weer terugkomt. Ja, en wat gaan ze nu op korte termijn hier aan doen? Nou, op de korte termijn is het vooral het ruimen van dode dieren. Daarom zie je ook, net zoals net, ook iemand van het waterschap rondlopen. Die heeft er net een dode vis uitgehaald. Vooral het spoelen van het water. Hè. Dus zorgen dat er goede doorstroming is. En dan zorg je ervoor dat er genoeg zuurstof in het water komt. Want dat is eigenlijk ook het probleem. Het komt van de bacterie C. botulinum. En die kan eigenlijk alleen zich vermenigvuldigen wanneer er geen zuurstof in het water zit. Ja, is het met het blote oog te constateren? Nee, het is niet met het blote oog te constateren, maar je kunt natuurlijk wel zien als er meerdere dode dieren in het water ligt, dan dat er iets aan de hand is. Ja, dan weet je wel dat er botulisme is. Want hier op de Sellersbroekweg, daar zag ik ook dode vissen liggen. Wanneer? Het afgelopen weekend. En het was dat ik daar langs fietste en dat ik dat zag. En toen dacht ik, dit is maar een smal beekje, maar goed, daar is het dus ook. Dat zou er mee te maken kunnen hebben. En als dat zo is, en wat ik niet hoop, dat betekent dat het eigenlijk zich verspreidt naar de omringende sloten. En het is gewoon heel erg belangrijk als inwoners van Kampen op dit moment dode dieren in een sloot of hier in het park aantreffen, dat ze dat toch zo snel mogelijk melden bij het waterschap, zodat de bacterie of het gif zich niet verder kan verspreiden. Nee, en dat het ook dan geruimd wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan het Hettenkamp, de kinderboerderij. Ja, ook daar hadden we wat zorgen over. Zover wij weten is in ieder geval de richtlijn dat er in ieder geval een melding ook uitgaat richting zo'n kinderboerderij. Dat er botulisme in het water zit. Op dit moment weten we ook niet welk type. We gaan er vanuit type C. Nou, die is minder gevaarlijk. En die is vooral gevaarlijk voor dieren, maar dat weten we niet zeker. En ik heb inmiddels ook Hanjo van de kinderboerderij gesproken. En hij heeft aangegeven dat hij in het verleden ook ernstige problemen met het water heeft gehad. En op zijn gebied zijn wel een aantal pompen de afgelopen jaren geplaatst, waardoor het water daar in ieder geval gezuiverd wordt. En de burgel bijvoorbeeld? Volgens mij spoelt dat lekker door. Je kunt ook zien, het is heel helder water. Dus daar ligt vooral heel veel afval in het water. En dat is ook zonde. Ja. Moet je luisteren, Edwin, misschien is het toch wel even belangrijk dat je nog even de site gaat noemen. Of een telefoonnummer. Als mensen het constateren, dat ze dan wel contact opnemen. Nou, mensen kunnen gewoon contact nemen met de gemeente Kampen. Telefoonnummer is 14038 en daar kunnen ze gewoon een dood dier melden. En de gemeente Kampen zet dat uit richting het waterschap. Oké. Ik bedank je hartelijk voor je toelichting over het botulisme hier in de Stadspark. Dank je wel. Ja, ik bedankt en van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dank je wel.